Alright, we staan hier in Deventer. We zijn hier in Burnside voor de Fanshop Riot. De sfeer zit er lekker in, het is lekker weer. We gaan hard skaten, alle shops gaan battelen en het is fucking gezellig. Dus kom maar lekker mee. Ja. Daarheen dan. Bord. Hey, ik sta hier met Bonk en met Herm. Ja. Herm, jij bent dit begonnen ongeveer 15 jaar geleden. 14 jaar geleden. 14 jaar geleden. Shop Team Battle. Hoe kan het dat het elke dag op het jaar dan weer zo dik gaat? Ik weet het niet. Omdat jij er ook bij bent, denk ik. Ja? Ja, sowieso. Ja, jij bent ervoor. Je bent lekker, jongen. Je hebt de rol ook, jongen. Als je erbij bent, wat het enkeltje, jongen, dat is zo mooi geheeld. Hou jij eens je mond, man. Ik heb het meegemaakt, beter zelfs dan de finale vorig jaar in Breda. Ja, maar het is zo sfeervol, iedereen is er, Nessim, Tim, jij, je moeder en iedereen. Ik wil zeker niet onbelangrijk. Je moeder. Ja, maar echt, oh, dit is de beste Shoprite ooit. Ik heb het nou koud met deze hitte, ik zweer het je. Brein, van de koude rillingen. We worden al 4 jaar, zijn we 1 keer eerste en 3 keer tweede, weet je? Ja. 4 keer tweede kan er ook nog wel bij. Weet je, ik ben al lang blij met de tweede plek. Douwe zou dat eens moeten leren. Ja. Ja. Shout-out naar Douwe. Douwe is een topgozer. Topgozer. Auf Wiedersehen, Douwe. Ik sta hier met de enige echte Chris Belling. How is it? Ja, de enige andere Chris Belling. Nee, je bent de enige toch? Ja, ik ben de enige. Hoe is het ermee? Lekker. Chill. Ja, man. Hoe dik ging je vandaag? Ik ging super dik. Ja. Wat was het, zeg maar, het niveau van dik gaan vandaag? Ja, heel dik. Gewoon dikker dan dik, zeg maar. Gewoon fucking dik. Die kerel van shout-outje. Ja, jongen. Shout-out naar Tim Kosten, die de camera probeert recht te houden. Maar het lukt niet zo heel goed, zie ik gewoon weer. Ja, even maar, zoomen op die kop, hè. Ja, kom maar zoomen, jongen. Draai hem eens om, joh. Laat eens even zien wie je bent. Laat eens even zien hoe die gast eruit ziet, jongen. Dat, ja, je ziet hem erin, hè. Kijk, ja, we hebben wel 2 gore gasten hier voor de lens. Maar er staat er nog echt een gore gast achter de lens ook hier, hoor. Godverdomme, man.
helemaal, man. Hoe is het? Ja, lekker met jou. Ja, lekker, man. Hoe komt het dat je niet hebt geskate? Ja, pols vacht. Pols? Vacht. Vacht? Vacht. Wat is vacht? Heb je vacht? Ja, een beetje vacht. Nee, is die fucked up. Maar wel weer uit het gips? Ja, gewoon een flinke kneuzing. Toch niet gebroken. Beter wel. Lekker zwemmen, douchen. Beter, beter. Maar hoe vind je dat dan dat Burnside tweede gaat worden? Dat zullen we nog wel zien. Ja, ik heb ook niet gezien wat Burnside deed in de finale, want ik ging ook best wel dik. Ik heb de halve finale gemist. De chick moest me naar buiten halen met mijn vader, want we buiten chillen waren. Altijd die chicks. Ik heb de laatste anderhalf minuut wel gezien en ik vond Burnside toch wel dominant. Ja, nou, dat mag je vinden. Maar ik kom gewoon naar Den Haag en daar gaan we gewoon voor Manus. Dus ik denk dat wij hebben gewonnen. En zo niet, gefeliciteerd. Dankjewel, anders zijn gefeliciteerd. Dank je. In ieder geval iemand gefeliciteerd. Nee. Samen gefeliciteerd. En anders tweede, is ook een leuke plek. Beter. Wat denk jij dat het gaat worden, Gijs? Ik weet het eigenlijk echt niet, weet je wel. Jullie gingen wel echt lekker. Maar... Wie heeft er harder gezweet? Ik denk ik. Ja, ik denk wel ik. Ik eigenlijk bijna wel zeker, echt. Maar ja, dat is gewoon mijn ding. Dat kan ik. Jij kan skaten, ik kan zweten. Ja, sick. Vet, relaxed. Maar je houdt me wel een beetje op met mijn sportdrank. Ik ga even snel door. Hey, pst. Goh. Oh, dorst, jongen. Hou ik van jou zo'n lekker sportdrankje, zo'n keizerkroon? Lekker sportdrankje. Zoom even lekker in op mijn zweterige, vieze kop. Ben je een beetje op adem gekomen? Ja, Pietje wel, ja. Pietje wel. Jij een beetje op adem? Pietje, ja. Ja? Jij dan? Ja, ik kan weer een beetje praten. Ja. Lekker sportdrankje erbij, daar houden we van. Is light of gewoon... Light. Hey, gasten, hoe dik gingen jullie in de finale? Want ik moest zelf skaten, ik zag het niet echt. Ik weet ook niet. Ik moest zelf skaten. Ja, dus, ja, maar je kan toch zeggen hoe dik jij ging? Ik ging wel lekker. Ik heb hard gezweet. Zo, als een waterval gietst in het over mijn lichaam. Lekker hè? Ja. Ik vind het wel lekker. Ja, gasten, ik vond het altijd heel gezellig met jullie. Ja, ik ook. Laten we nou gewoon lekker sportdrank gaan drinken. En de rest zullen we nog eens zien. Gadverdamme, stinkrook, maar de prijsuitreiking gaat beginnen, dus het is, spanning is om te snijden. Het is goed druk, flink hard geskate. Ik weet niet hoe de finale is gegaan, want ik heb alleen maar zelf een beetje trucs lopen doen. Ik keek niet echt naar de rest. We gaan het zien. Godverdomme, vieze smerige zooi, jongen. Op dieven gauw. Nummer 1, Burnside! Tim, ik wil maar 5% batterij. Dit was de... Fan Shop Riot, sta je met de winnaars van Burnside, wederom weer gewonnen, hoe is het? Ja, lekker! Ja, jullie hebben ons net het hak over de sloot kunnen verslaan. Ja, okay. Nou. Ja, de afgelopen 3 jaar wel weer, hè? Ja? Ja, het trickje. 2015 was het jaar dat wij mee mochten nemen. Gefeliciteerd boys, jullie hebben hard geript, denk ik, want ik heb er niks van gezien. Jij ook. Nee. Ik heb ook. En wat gaan jullie doen met al dat geld? Een nieuwe auto kopen, Ferrari of zo? Ja, misschien wel een nieuwe auto, ja. En dan op naar Milaan. Ik denk dat Flashpot wel joint gewoon met jullie. Ja, dat zou keigezellig zijn, of niet? Ja, nou, Tim, Matthijs, luister. Wij gaan gewoon ook naar Milaan. En we gaan het gewoon meemaken met z'n allen. Dit was de Fan Shop Riot. Ik vond het fucking sick. Zorg dat je subscribt. En dat is fucking vet. Woed voor Flashpot Magazine. Laten we even gaan feesten met z'n allen. Kom op, boys. Chippy. Ha 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 ha.